Hallo kijkers van de geweldige kaas. Welkom bij een nieuwe aflevering van Scribblenauts. Yeah! Vlam, we vliegen erin. En vandaag, oh vandaag, was een avontuurtje voor mij. Want mijn editing software Camtasia Studio had ik geüpdate. Van tevoren dacht ik ga die niet updaten. Meestal komen daar problemen mee. Toen dacht ik, het kan ook handig zijn voor bugs en zo. Dus toen had ik hem geüpdate, kon ik hem niet meer gebruiken. Alles crashte toen ik hem opstartte. Dus wat ik toen heb gedaan is, ik heb Sony Vegas Pro gekocht. En toen heb ik er, dat heb ik even geprobeerd, maar dat werkte, ik kon er niet goed mee overweg. Het is natuurlijk veel oefenen, maar ik dacht, ik wil video's morgen. Dus ik heb maar gewoon Camtasia Studio dingen gefixt en gedaan. En nu werkt het weer. En ik ben er heel blij om. Dus we kunnen er gewoon weer mee werken. Gewoon de oude vertrouwde manier die ik het meest snap. Oké, laten we hier zo naartoe gaan. We hebben de vliegende dolfijn. Als het goed is. Nee, dit is... Oh, wauw. Ik kan gewoon vliegen op een dolfijn. Of is dat omdat ik het... Oké, dat is mijn Skype. Laat ik die eventjes snel wegdoen. Zo. Oké. Nu gaan we... Paarden. Paard. Wacht hoor, ik moet eventjes iets zeggen. Oké, we gaan het paard gaan helpen. Nee, de man erop natuurlijk. Mijn koe probeerde over de maan te springen en nu zit hij daar vast. Zit ze daar vast. Breng haar terug naar binnen. Welke koe? Oh, wat? Dat is een koe? Gevleugeld koe. Nee, hoe gaan we dat doen? In ieder geval, ik kan vliegen. Dus laten we hier zo naartoe gaan. En dan touw pakken. Attachen. En dan ook aan ons vast pakken. Oprapen. En dan gaan we hem zo meenemen naar binnen. En als het goed is, is de meneer dan blij dat zijn koe terug is. Hopelijk is het ook die koe. Yes! Hij is blij. Uitstappen. Nee, niet uitstappen. Besturen. Kan ik niet... Oh, jezus. Ik wil de touw weg. Oké, dankjewel. Next dingetje is de aap. Uit de mouw. De leerling heeft de meeste gevangen. Ik ben bereid iets voor zijn vrijheid te ruilen. Een leerling heeft de meeste gevangen. Dus de aap is de leerling. Ik ben bereid... Oh ja, dat is met zijn onderzoek. Ja, oké. Iets voor zijn vrijheid te ruilen. We moeten die aap iets geven. Een hoedje? Nee. Goud? Weet ik veel. En dan laat hij hem vrij. Zo? Dat is niet goed, hè? Oh, een aap! Natuurlijk. Banaan. Die wil banaan. Dat is levensles nummer 1. Een aap wil altijd een banaan. Dat is misschien handig voor als je zelf ooit in een soort van Scribblenaut spel zit. Die moest even goed zetten. Want hij zat zo raar. Zo. Oké, mooi. Alien. Echte mensen. Geef ze een omgeving om in te poseren. Strand. Nee, hè? Park. Ja, parkje. Zoiets. Ga maar poseren. Kaas. Ze denken aan kaas. Ja. Yeah. Ze denken van, oh, kaas die zit ons op te nemen. We moeten snel weg. Of zoiets. Oké, oh, hier, meneer de Pokémon lookalike. Test de blauwe teleporteerder door er iets op te leggen. Oké, een banaan. Banana. Bandana. We leggen een bandana op. Maar helpt het? Jeuk. Oké, dat werkt. Dat was heel simpel. Je kunt gewoon alles erop leggen eigenlijk. Oké, we gaan naar boven. Hulp, hoi. We konden de kaartjes niet betalen, dus nu dreigt ze ons door het luchtgat naar buiten te sturen. Oh, die mevrouw. Oké. Ze kan ook stoppen met dreigen en dan gewoon zeggen, aardig zijn en zeggen, ja, mag wel. Snap je? Zo gaat dat. De piloot. We hebben een vuur... Oh, was dat een voice crack? We hebben een vuurvlieger geraakt. Ik kan het schip niet verlaten om het schoon te maken. Kun jij helpen? Oh, dat moet... Wauw. Oké. Dan ga ik wel eventjes naar buiten. Om dat vuurvliegje schoon te maken. Huh? Abria. Dus, oh, oh, ja, oh. Ja, yeah, oh. Kijk. Aanvallen. Yes! Die is weg. Niet dat er nou geen vlek meer zit, maar ja. Hier, een spion. Ik heb de satelliet onthouden, maar ik ben het spionagemateriaal vergeten. Kan je me helpen? Vergroot glas. Kijk.
Dat werkt. Die mevrouw, de bodybuilder. Help me in conditie te blijven als ik niet op aarde ben. Halters, nee? Een halter, hè? Ja, dat was het. Want dat waren we wel eens vergeten. Dat werkt niet, want mijn zwaartekracht en dan... Scribble Knots, oké? Dat is de reden. we hebben qua kleine Star Rides hebben we genoeg. Nu nog één grote en dan eigenlijk kunnen we daarna nog wel naar een andere. Infiltreer, want na deze serie... Zullen we het gewoon afmaken vandaag? Ja, we gaan het afmaken. Want na deze serie komt er nog een hele leuke serie. Dat is Lego Worlds. Ik heb er zin in. Ik hou van Lego, ja. Nee, val wel mee, maar het spel is wel leuk. Infiltreer het ruimtestation om de supercomputer uit te schakelen. Oké. Wacht hoor. Ah nee, dat gaat goed. Oké. Ik dacht hoeveel seconden ik nog kon opnemen. Een groep gemene wetenschappers wil de aarde vanuit de ruimte aanvallen, winnen hun vertrouwen om het gebouw in te sluipen. Het jetpack van de eerste wetenschapper lijkt niet te werken. Jammer. Misschien kunnen we hem... Klapblok, waar ook naamwoord, gerepareerd. Gereserveerd. Oh, oh, oh. Oh, help, help. Oh. Spannend. Nee, jetpack. Dan doen we gewoon een nieuwe. Alsjeblieft. Werkt die beter? Ja! Nou, die andere jetpack zo... Oh, help, help, help. Spannend, spannend. Oké, okay, grappig. De boosaardige dierenarts heeft moeite om dieren in de ruimte te vinden. Laat hem een dier zien dat zonder zwaartekracht kan leven. Dierenarts. Een slak, weet ik veel. Yes! Geen vogel in ieder geval, toch? De neuroloog heeft moeite om dit brein iets te leren. Help me hem, help hem het brein met kennis te vullen. Schoolbord. Nee, hè? Wikipedia. Gaat niet. Wisteria. Wisteria. Vul het met kennis, mijn vriend. Kolossaal weer in de huis. Een leraar. Mens. Ja, een leraar ook goed. Zoiets? Yeah! Slim. Zonder te cheaten nog, hè? Jongens, dat gaat goed. De eerste level zonder de Wikipedia erbij te pakken. De robohamster is zo groot geworden. Help de robo die exist de robohamster te bevrijden. Oké, dan moeten we dat doen. En hier heb ik eigenlijk een vrouw weer doen. Wacht hoor. Gaan we deze hamster te bereiden. Niet te bevrijden. Jongens. Zadel. Yes, tot ziens. Mooi zo. Kunnen naar boven. De kapper heeft een vreed kapsel gepland, maar mist zijn gereedschap. Heeft hem iets om het hard te knippen van de emo-jongen? Dat is ook heel moeilijk, hè? Doe maar schaar. Gereedschap. Alsjeblieft. Do thine best. Kaal hoofd. Prachtig. Oh, ja. Yeah. Oké, dat was eng. Portal. Buik. De laatste ruimte lijkt leeg te zijn. Zoek een manier om het ruimtestation te sluiten. Oké. Okay. Ah! Nee! Er is kwaadaardig! Gevangen als de supercomputer wordt uitgeschakeld, verliest het ruimtestation elektriciteit en gaat de kooi open. Oké. Okay. En hoe doen we dat? Dit is de supercomputer. Schakel de supercomputer uit. Nou, wij zitten vast, dus... Misschien kunnen we een nerd daar neerzetten. Of iemand die helpt gewoon. Oh, dat was goed. Jongens, ik deed even mijn schoenen uit. Momentje. Wacht even, ik weet niet wat er gebeurt nu. Moment. Starlight. Jee. Leuk. Oké, okay. Mooi, die hebben we. In the pocket. Level voltooid. Nog eentje. Ik wil Lego World spelen. Al heb ik wel heel veel plezier nog in Scribble Knots. Dus laten we nu. Oh, dat was de grote. Oké, doen we nu de kleine. Kanakrates. Of zoiets. Oh, dat is een kraat. Oké. Ze zijn in principe in de ruimte. Oh jee, ruimteafval. Oh. Oh, ik dacht dat iets op de grond zou landen. Maar het ging gewoon door. Test 1, 2.
Ja, ik doe het weer. Mijn stem doet het weer. De maanauto. Oh, Lunar Rover, dat kan ook. Durf jij met een maanauto over de krater te springen? Ja, of course. Maar dan moet ik al even afscheid nemen van mijn dolfijn. Oh, jezus. Oh, maar nou ga ik deze blijven gebruiken, hoor. Nee. Jalala. Sorry, uitstappen. En op de dolfijn. Ja, die bevalt me wel, die dolfijn. Oké, de alien. Ik heb geen idee wat dit ding zegt. Een vertaler. Yes, die spreekt koeientaal. Oké. De man met de maanlander. Maak de grond vrij voor de landing. Oké, dan pak ik een pickaxe. Oh ja, natuurlijk. Pick houweel. En niet wapen. Maar niet, maar wel houweel. Kijk. En aanvallen. En aanvallen. En aanvallen. Yeah, Minecraft en Scribblenauts. Oei oei, bla 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 bla. En ik ben galant. De man met de hoed. Of de plantkundige, oké. Geef me wat vegetatie voor de maan. Zaad, je mag mijn zaad hebben. Alsjeblieft. Oh, ja, stop maar in de grond. Ah, kan hier, want het heeft geen water en zo, maar... Scribblenauts, dat is de reden. Hè? Oh, wat? Iemand zegt iets. Oh nee, dat was die alien. Oké, is er nog iets wat we kunnen doen? Ja, zekers. Ja, zekers. Zekers, ja. Eskimo, ik heb een schip nodig om de ruimte walvis te vangen. Een schip. Een vliegend schip. Van de vliegende Hollander. Waarom een schip niet goed? Omdat het een boot moet zijn. Yes. Waarom heeft hij puistjes, die walvis? Of is dat gewoon realistisch? Dat kan ook. Oh nee, ik ga dood. Mijn dolfijn toch. Lip. Oké. Daar is niks mee. Dat is gewoon jammer. De muis. Er moet hier ergens kaas liggen. Geef me iets om mee te delven. Oh, mijn muis. Kom, abonneer op de geweldige kaas. Er is genoeg kaas. Voor iedereen. En met rare wielen eronder. Wat moesten we nou doen? Delven. Dan doen we een delf, meneer. De grote beer. Oh, dat is een sterrenbeeld. Oké. Okay. Pling, pling. Al was het wel realistisch in de ruimte. Een muis. En wat moet je doen? Geef me even mee te delven. Een reukneus. Een ruiker. Oh, maar dat is goed. Nee, dat is een bloemetje. Eigenlijk zou ik de Wikipedia willen waarschuwen. Of raadplegen bedoel ik. Waar kan hij me delven? Kaasdetector. Kastregister. Nee, ik heb geen flauw idee. We gaan naar Wikipedia. Jongens, we gaan naar Wikipedia. Le Google. En dan... Script not zo net net. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Waar was dat? Syntax. Nee, de Kanekratus, dat was het. Oké, wacht hoor. Oh ja, cheese. I can't find. Ik weet niet. Ah, de eerste. Give the mouse a pickaxe. Oh, delven. Hieronder, onder de grond. Ah, oké. Okay. Ah, dan de pika wel hoor. Oh, die kan helpen. Jongens, jongens, jongens. Alsjeblieft. Veel plezier. Ik wil het ook hebben. Ik ga het ook proberen. Oh, wacht, ik had zelf een pickaxe. Next dingetje. Hoi. Ik kan de aarde niet zien omdat deze asteroïde in de weg staat. Nou, vliegt er dan langs. Zo moeilijk is dat toch niet? Vliegt er langs. En dan met perspectief. Oké. Ook jij krijgt een pickaxe. Ik kan ze ook gewoon gaan verkopen. Dat is misschien handig. Ruzie. Yeah. Doei. Oh, ze valt. Jammer. Waarom heeft Afrika... Oké. Een man. Een man. Vliegend vuilnisman. Help. Lijkt ook. Help me om de ruimtetrommel... Ruimte... Rommel in deze prullenbak te gooien. Oké. Oprapen.
Nee, mijn pickaxe. Nou is mijn winkel failliet. Vullen. Is er nog meer of zo? Wat is dit? Vliegend enorm bout. Oh, dat is ook die rommel. Oh, maar dat is makkelijk. Dan moeten we dat gewoon oprapen en telkens erin stoppen met onze vliegende dolfijn. Zo. Oh, vandaar dat we kunnen vliegen. Het is niet omdat het onder water is, maar in de ruimte. Duh. Ja. Nog meer ruimteafval? Ja, daar. De laatste hoor. Oprapen. Oh, dat is een pizzadoosje. Er stond het tip erop, maar goed. Vullen. Yeah! Ruimtetrommel. 8 van de 9 is dat, dus we hebben nog één dingetje. Ah, de meneer. Hier. Yeah. Give me hier. Give me. Het was om meer terug naar dem ruimtestation te bewegen. Jetpak. Jetski, god. Nee, non. Deed dat pijn? Jetpack. Alsjeblieft. Doei. Ah, dat lukt. Safe in de ruimte. Oké, dat is de 80ste. Jongens. Je kunt spelen als Buzz. Oh, maar daar gaan we gebruik van maken van die mogelijkheid. Oh ja, wij hadden onszelf blauw gemaakt. Kies een avatar. Yes. I want that to do. Buzz. We hebben Buzz als het goed is. Maar dan moeten we even onszelf niet meer blauw maken. Kijk, dat is mooi hier. Oké, dan gaan wij twee missies doen. Dat is de alien meneer. Dolfijn. Oh nee, dat is het. Oké. Verdrijf de indringers. Zullen wij eens doen. Marsindringers in de ruimte. Fijn. Zo. Katten. Oh, maar wij zijn die cowboy. De marsmannetjes dringen de maan nederzetting binnen. Maak iets dat de alien katten wegjaagt. Woef. Ik denk dat 3 alien katten tegen een hond, dat dan die hond niet wendt. Maar het ligt aan de groot. Oh, dat huis kapot. Nee, aliens en robots en dingen. Zombies. De katten zijn verdwenen, maar nu zijn er ook ruimte zombies opgedoken. Ze zien er hongerig uit. Schrijf iets om ze te voeren. En misschien dat ze dan weggaan. Hersenen. Zo gaat dat tegenwoordig. Huh? Oh nee, de boerderij kapot. Nee, brand. De marsmannetjes hebben de hele boerderij vernietigd. Schrijven blijken om te wonen, om zelfs tegen hun aanvallen. Een bunker. Ga dan maar wonen, hè? Mensen, ga dan maar je boerderij oprichten. Leren hoe hard het leven is. Ah. Oh. Dat deed pijn. Test 1. Het marsmannetje heeft de kiem in een mensenetende plant veranderd. Doe wat je moet doen om dat onderkomen te beschermen tegen dit wezen. Gigantisch zwaard. En vellen. Nee! Ha! De pech. Ach ja, dan moet... Nee, we moeten echt helemaal opnieuw. Hond. Mand. Snel. Ja, en zet ook gelijk maar hersenen neer. En daarna, wat moesten we dan doen? Ik weet het niet meer. Ja? Oké. Oh ja, die bunker. Dat moet ik ook nog doen. Oké. Dat is goed. Kijk naar het spel, man. Of niet? De marsmannetje hebben... Dat hebben we al gedaan. De bunker. En dan hebben we ook nog een giga... En bazooka. Dat is de oplossing voor alles. Dankjewel.
Oké, daar gaat hij, hoor. Oké, nou moeten wij heel hard schieten op dat ding. Zonder dat wij doodgaan. Want anders zijn we weer terug bij potnat. Of bij af. Aanvallen. Yes, salade. Oké. Een spiegel. Wat fijn. Yeah, sterkheid. Nou, doe je best maar. Het lukt niet. Oh, door die spiegel gaat hij zelf dood. Jongens, jongens, we hebben een Starlight verdiend. Boah. Nog één grote missie. En daarna nog een level. En dan hebben we het spel uit. Kan eventjes duren. Maar het is leuk. Het is gezellig, toch? Totale Starlight 81. Oké, daar zijn we dan. Hey, stop eens even. We moeten nog een dingetje. Oké, laten we even kijken welk dingetje er is nog. Er is nog. Daar. Kom dichterbij. Come closer to start me. Ja, daar zijn we. Start. Ik weet niet wat we moeten doen. Iets met oorlog, wie weet. Oké, daar zijn we. Oké. Net alsof ik er al over nadenk. Oh nee, dat zwarte gat dreigt onze planeet te vernietigen. Plaats iemand in het kolom die dit kan onderzoeken. Zo had het altijd bij circus. Een clown had er dan in zitten. Niet? Oké. Een onderzoeker. Oei. Nee, niet doodgaan. Oké. Luigi! Dat is perfect, Luigi. Het ziet er niet naar uit dat de onderzoeker terugkomt. Probeer het zwarte gat met iets harigs te verstoppen. Shit. Over een kwartier is het draadstaal. En dat wil ik wel zien. Snel. Robin, snel. Oké. Okay. Snel. Stop iets in het kanon dat de afvoer zou kunnen verstoppen. Wc-papier. Nee, dat is al. God. Verstop met. Stop. Met afvoer. Een voetbal. Een voetbal. En dat hij er niet uit loopt. Dan hangt hij vast. En oh, kan helemaal niet uit. Dan moet ik nou een nieuw kanon kopen. Maar daar heb je helemaal geen geld voor. Dus doe er maar uit. Want het werkt helemaal niet. Uitvoer. Oh nee, help. Oké. Uitvoeren. Verstoppen. Zou ik kunnen verstoppen. Ja, weet ik veel. Oh, wc hier. Lester's Cabanas levels. Snel. Laden. Laden. Ja! Yeah! Nee, niet zo. Ga. Nee. Ja, dan doen we wc-papier. Wc-streep-papier. Nee! Wc. Pierre Papoe, Yes! Ah nee, dan moeten we erin stoppen. Vullen! Ja, ah, daar is de pagina. Welke is dit? Dit is de Kana Kraters. Dan helemaal beneden de grote missie. Oh, hij heeft een tap. Plaats in de kolom dat het bedekt met haar of vacht. Een haarbal. Prop. Kijk. Dankjewel voor dit. Oeh. Een zwart gaat. Als het zo dichtbij zit, ga je gegarandeerd dood. Maar goed. De aarde. Die kan in een zwart gat. Zo krimpen tot die zo'n bal is. Dat is. Heel de aarde, hè. Tot zo'n bal weet ik veel. Maar het gaat helemaal krimpen en zo. Als het erin gaat. Het haar werkte niet. Probeer het kanon te gebruiken om iets in het vast gat te schieten. Een clown. Nou! Waar gaat hij? Met die voetbal spelen. Wacht hoor. Is er een schoten? Maar dat weet ik niet. Dus laten we helemaal naar beneden gaan op die pagina. Even mijn invisible. Nee, dat is een andere missie. Oh, want ik heb.
Zo, please, zo, yeah. Fill the cannon with something that could drive into the black hole. Een truck of truck? Truck. Kijk! Dat is heel onrealistisch, maar goed. Je kunt het proberen. Oh jee toch. Geen van deze oplossingen werken. Tijd voor wat brute kracht. Laat het kanon met iets dat het zwarte gat opblaast. Explosief. Van. Zo slim ben ik. Ze noemen mij ook wel de slimme kaas. SK afgekort. De onderzoeker heeft de oplossing van een enorme omvang. Laat het kanon. Met iets groter, een bioscoop. Dat gaat niet. Koelkast. Nee! Dinosaurus. God, god, vloeiende. Weg. Oké. Onderzeer. Ja, met die puntjes. En uitvoeren. Op het dak. Weet ik veel wat ik moet doen. Span in een nuke. Oké, een nuke. Een nuke, een nuke. Een kern. Kernbom. Ja, ja. Een nuke, wat is dat? Ja, een Nokia. Het is allemaal weer niet goed vandaag, hè. Span in een nuke en place it in the cannon. Een missile, een bom, een... Hoe heet dat, zo'n V2 uit de wereldoorlog? Zo'n... torpedo. Pedo. Nee. Die? Nee, iets anders. Die grotere. Zo'n explosief, ja. Nee. Ik weet het echt niet meer, hoor. Een nuke. Wat is een... De muziek maakt het heel erg spannend. Wat is een nuke? In het Nederlands. Waarom ook niet gewoon in Engeland? Ik kon een nuke doen en was nu al voorbij. Dit spel dan heette ik The Awesome Cheese. En had ik 10 keer zoveel... Nee, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Gigantische bom. Ja! Nog één level. Zullen we dat doen? Ja, dat kan nog wel. Verder. Oké. En naar de wereld. En we gaan nog één level doen. Dat is... Oh, maar dat valt mee. Dat is 2 grote missies. En 7 kleine. Welkom bij Palindromeda. Palindroom is iets waar je kan zeggen. En als je het achterstevoren zegt, dan is het hetzelfde. Dus bijvoorbeeld, lepel, of Lego vogel, maar niet pollepel, want dat schrijf je niet, maar het klinkt wel, maar is het een valstrik. Pap van Vla, of lol, of lol. Of kak. Het is allemaal palindroom. We gaan spelen. Hier hebben we een man met een grote missie. Help de gevangenen. Oké, okay. Ik doe maar. Ik wil op draadstaf kijken. Het is een grote missie. Oh jongens. Jongens, dat is groot. Oké. Er is een astronaut gevangen genomen. Bevrijd hem uit het krachtveld. Ik weet niet hoe we dat moeten doen. Dat deed pijn. Hoe kun je zo'n krachtval uitschakelen? Water.
Weet ik veel. Nee, dat is het allemaal niet. We gaan terug naar de vorige pagina. En dan gaan we naar... Palindromera. En dan naar de grote missie. Een boog. Nee, een boog. Nee, een pijl en boog. Aanvallen. Ja, dat werkt ook niet, hè? Hé, daar gebeurt iets. Die generaals lijken het kracht van stroom te voorzien. Stop met te schieten. Ah, ik heb een idee. We kunnen het daarop schieten. Kijk ze. Dat is een stroomdraad die kapot is. Nou, daar is die vrij. Jee. Oh, nog meer stroommoeilijkheid. We moeten langs de dodelijke laserpoorten van de aliens. Te komen. Stond er. Oké, we gaan naar boven dan, hè. Ah, zo kan. Plup, teleport. De dodelijke... Oké, hoe gaan we dat doen? Aan een bazooka. Dat helpt altijd. Hebben we geleerd deze aflevering van die beste Robin aanvallen. Ja, dat helpt niet echt. Stop maar. Stop maar. Ik weet dat het leuk is. Maar je mag ophouden. Nee, hoe gaan we dat doen? Ik denk... Nee, ik heb dus echt geen flow day. Use a comic makeup... Compact make-up to reflect. Oh, een spiegel. Dat kan. Yes! Oké, dan kunnen we er voorbij. Oh, nog meer. Yes. Wat nu? Was dat niet goed? Wat moet hij nou doen? Wacht hoor. Ah. Deze kunnen worden afgeweerd of worden opgesplitst. Ja. Dat weten we nu. En kunnen we ook naar boven of iets? Want nu zitten we vast of wat? Wacht hoor. Ja, hoe komen we daarbij, man? We moeten eigenlijk vanaf hier moeten we naar daar. Wat is dit? Een hide-here. Probeer een spiegel te gebruiken. Ja, maar mijn reet, die heb ik al gebruikt. Ja, wat moet je nou nog mee doen? Hier kun je niks meer mee doen. Wacht hoor. Kijk. Normaal. Of wacht, verwijderen. Nee, dat is alleen maar mooi dit. Waar? Hij heeft... Probeer een spiegel te gebruiken. Ja, maar die rotspiegel die heb ik al gebruikt. Alsjeblieft. Kijk, bewijs. Nee, dit spel is echt gewoon... Wacht hoor. We gaan het op YouTube opzoeken. Palindromeda. Scrabble not. Oké, dan gaan we kijken hoe ze die grote missie doen. Geluid weg. Zo. Kijk, dit... Ja. Dat hebben we gedaan. Nu. Oh, maar die man die moet mee. Man, kom mee. Ik heb een idee. Wacht hoor. We gaan naar beneden. Kom, meneer. We gaan naar boven. Wat is de fout? Kijk hoor. Oh, nou heb ik iets opgestart. Daar kunnen we ook op gooien. Zodat die dingen kapot gaan. Zullen we het anders doen? Draadstaal. Lasergeweer. Nee, wat doet die meneer? Kijk, normaal zou het werken als je die spiegel daar neerzet. Dan zou die man daar lopen. We gaan het opnieuw doen, want volgens mij zitten we vast. Ja, dan doen we dat, hè. Ontsnapping uit Palindromeda. Ja, goed, de pot op. Mijn ontsnapping. Hou op, man. Oké, ik word heel erg pissig hiervan. Want ik wil opschieten. Wauw, waarom doe je...
boog. Nee. Pijl en... Wat je doet? Aanvallen. Yes. En nu jij. Yes! Kijk! Dat is hoe het moet. We moeten langs deurlijk en zo. Ja, kijk hoor meneer. Kijk hoor. Nu heb ik... Kijk. Dat heb ik net al gedaan. Maar toen was u er niet, hè? Alles verpesten. Ploep. Kijk. Doei. Oké, dan gaan we hier naar boven. Ja, wat ga je doen? Wat ga je doen? Snel. Ga maar naar boven. Ga maar. We kunnen niet naar boven, omdat die hond eerst. Hi, T. Ja, dan gaan we biefstuk of zo, weet ik veel. Dan gaat hij daar achter. Daarachteraan. Zo, plup. Is dat niet goed? Oh, wacht hoor, we kunnen hem ook. Nee, niet bestu. Niet doen. Klapblok. Nou, gaat niet. Move weapon, make us reflect. Ah. Misschien dat hij ons naar de rand van de linkerkant ligt, dat hij hem niet kan bereiken. Wacht, hoor, wat? Misschien dat als we hem naar de rand aan de linkerkant lokken, dat hij ons niet kan bereiken. Ja. Maar dat heb ik net gedaan. Kijk. Kunnen we nu? Oh, hieronder. Nog een keer. Ja. Kijk maar. Yes, volg mij. Oké, daar gaan we. Opschieten laten we naar het schip gaan. Ja, snel. Ah, hij is kapot. Altijd wij weer, hè. Draadstal begint. Oh nee, mijn schip is kapot. Hoe moet ik hier nu wegkomen? Ja, reparateur kopen. Die. Nee, de... Technicus, ja. Snel. Vlieg weg, man. Oké. Nee, dan moeten we die kleine missies nog doen, hè. Ik heb nog 5 minuten. Snel. Verder. Ik doe ook zo, hè. Pot met hersenen. Ik heb iets hersenen nodig om te bonen. Pantoffeldiertje. Pantoffels. Iets hersenloos om te wonen. Vogelverschrikker. Wat was van toen met dingen? Legen. En dan dit. Zo oprapen. En dan hier. Aanvallen. Nee. Grote. Omhoog. Ik heb een zombie, tuurlijk. Een zombie. Uitstappen. Loslaten. Besturen. Kijk. En nou kunnen we naar boven. Zo. Snel. Varken. Geef me iets van de boerderij. Een hooivork. Ja. Als je haast, dan kun je weer niks meer opeens. Of ik in ieder geval. Ei, mijn reet, ja. Hup, naar boven. Snel. Oké. Mevrouw de zombie. Ik zou nogal iets van de aarde willen eten. Ik ben een zombie. Stop. Klapblok. Gezond. Geen zombie meer. Oké, zij wil iets van de aarde eten. Hamburger. Ja, alsjeblieft. Doei. Was het niet goed? Afje, het is wel goed. Ziekte van heimwee. Ja hoor. Help me om een andere manier dan taal te communiceren met de marsmannetjes. Gebarentaal. Nee, braille. Dat gaat niet. Bailey. Oh mijn god, die is geweldig. Oh, die moet ik ook hebben. Hoe kun je communiceren? Tekening. Ah.
slaat nergens op. Die hoef ik niet. Help me find some non-language. Is er een instrument? Ja, een trompee. Tut. En dat was de communicatie van vandaag. Oké. Ah, een grote missie. Ja, die moeten we toch doen. Oké, dat gaan we doen. Dus dat doen mensen altijd als er iets is waar je bang voor bent, maar het stelt eigenlijk niks voor. Zo, zo. Maar dan zo. Een volle wangen. Zo. Zo. Kom maar goed, hè. Ja. Oh, ik heb geen zin in tandarts. Dat is niks. Help de robotoloog de stad te verdedigen. Geef hem eerst iets krachtigs, maar toch aanpasbaar. Iets krachtigs, maar toch aanpasbaar. Hoe heet dat? Zo'n stralingsgeweer. Zo'n raygun. Is dat goed? Raygun. Rapgun. Ik hou op, zeg. X-ray geweer. Stungun. Nee, maar dat is ook niks. Stungun. Yes! Kom op, schiet op. Oké, wat nu? Ja, ik geloof het wel. Dat werkte fantastisch. Maak het nu bewegelijker door het deels levend te maken. Wat moet ik... Maak het nu bewegelijker door het deels levend te maken. Een hart? Weet ik veel. Organisch. Yes! Dankjewel, alsjeblieft. Ik zei niet dat je mocht hebben. Zo. Ja, schiet op. Ah! Hey joh! Kalm aan, hè? Beest! Ja, goed. Maak het nu nog sterker door een prehistorisch dier toe te voegen. Dinosaurus. Kijk. Nou komt het hoor. Hé, hey, daar. Ik zie daar iets bewegen. Ah, help. Kijk. Oh nee, draadstal begint. Oh ja, ik kijk dan wel terug. Als het kon vliegen zou het onhoudbaar zijn. Gigantische vleugels. Oh, daar heb ik goed geschreven. Wauw, prachtig. Oké, ja, schiet nou maar op. Dankjewel, prachtig. Doei. Sla maar in elkaar. Hopla, hoppa, mijl. Gauw. Ja, mooi. Starride, prachtig. Pak maar aan. Verder. Kalm aan. Oh, er is een level. Oké. Aliens. Hallo, Aline. Oh jee toch. Nee, niet doen. Oké. Aline, allemaal niet. Ik geef me een superkracht. Die baby, die moet vliegend. Daar is allemaal alles vliegen in Sibbelnaat. Dat is helemaal goed. Ga weg. Mijn dolfijn raak je niet aan, oké? Nou komen ze achter me aan. Kunnen we die dolfijn niet eventjes snel vliegend? Ja? Ja, dat helpt ook al niet. Oké, wacht hoor. Zelf ga ik ook al niet zo snel, hè? Ik moet sneller. Vliegend snel, ondoodachtig beurs. Een robot. Ik wil er als een mens uitzien. Dan geef ik jou een neus en dan zie je er altijd als een mens uit, hè? Dan tevreden zijn. Lieg niet, want dan wordt hij groter. Hè? Doei. Oh, gaan we lekker opeten. Hè? Laat ik slobberen. Oren. Nee. Dit is... Kleren. Nee. Broek. Nee. Het is voor die robot. Nee, niet voor mij...
Hoe zou dat toch werken? Give the pig a cow or Edwin. Yeah. Give the trucker a steak. I want to look human. A mask. Masker. Nee. Schmink. Salmiak. Snoep. Ja, weet ik veel. Hoe kun je er menselijk uitzien, man? Geef de android een mask. Fun. Ja, een mask. Een masker. Een... Hoe heet dat? Zo'n gezegd. Weet ik veel. Gezegd. Gewoon een gezegd. Gedicht. Ja, maar dat... Ja, weet ik veel. Hoe kun je eruit zien als een mens? Ja, ik vond die neus goed genoeg, maar... Oren. Niet opeten! Ogen. Ga je ook opeten, hè? Zeg dat niet waar is. Ja hoor, fret maar op. Masker. Doe dan eens even... Toneelmasker? Toneelkijker. Ook niet. Hoe gaan wij hem er als een pet? Doei. Blijf denken, jongens. Al mis je draadstaal, het lukt ooit. Nog meer aliens. Baby dacht aan iemand boven. Geef me iets om de aarde mee te zien. Een verrekijker. Of zo'n wereldbol. Gewoon. Zo om neer te zetten. Zo? Ja hoor. Kijk. Oh, ga weg met zombie dingen. Oh, help. Niet dood. Hè? Jongens. Hey. Hou eens op. Kunnen we hier nog iets doen? Ja! Jongens, we hebben het spel uitgespeeld. Jongens, we... Wacht hoor. Klaar. Ik heb het spel uit. Wij hebben het spel uitgespeeld. Jongens, hopelijk vonden jullie dit een hele leuke serie. Laat dan alsjeblieft een like achter. Abonneer op de geweldige kaas. Voor meer. En dan zeg ik tegen jullie tot de volgende keer. En overmorgen, leuke serie. Lego Worlds. Ik heb er zin in. Echt waar. Vandaar dat we alles in één aflevering deden. Hij duurt 15 minuten. Het is eventjes kijken waard. Hopelijk heb je chips gepakt. En drinken. En andere lekkere dingen. En ik schiet gewoon niet op. Want draadstaal is toch al bezig. Dus wat maakt nou uit als ik gewoon uren doorpraat. Met jullie nog eventjes gewoon zo'n praatstukje. Dan maakt helemaal niks uit. Want Skerrelaat is klaar. En draadstaal is toch bezig. En als ik gewoon een beetje wacht. Dan kan ik gewoon lekker in mijn bed. Als ik zo meteen aan slapen kan ik lekker mijn broer samen. Kijk. Draadstaal, hè. Ja. Alleen, weet je wat dat is? Dat deed ik vorige week ook. Omdat ik eigenlijk puur vergeten was dat het draadstaal was. Dat is eigenlijk dom. Want eigenlijk... Ja, waarom zou je denken... Waarom die vergeet het toch niet? Want... Dat is een van zijn lievelingsseries. Maar blijkbaar toch vergeten. Oh, en toen viel mijn ge... Oh, ik heb te lang opgenomen.